ketels voor brouwerij. In de Achterhoek is het goed fietsen. Schaatsen in Lievelde en in Groenlo. Het ZSOM Regiojournaal. Beste kijkers, welkom bij het Regiojournaal van deze week. De brandweer was erbij met twee wagens en loeiende sirenes. Het Dweilorkest, Antje's Showorkest leverde muziek. En aan de Maliebaan stond het publiek, waaronder leerlingen van de basisschool. Op een trailer werden 3 van de 9 brouwketels, gistkuipen en lagertanks naar het Brouwersnus aan de Eibergseweg in Groenlo gereden. Nadat de eerste stalen ketels, gemaakt bij Müller in Lichtenvoorde, door een gat in het dak van de brouwerij naar binnen werden getakeld, volgde er meerdere apparatuur dat via de ingang naar binnen werd getransporteerd, zoals een heetwatertank, filters en mengers. Buiten waren ze bezig met een dubbele borstelbunker voor de opvang van het restant na het bouwproces. Groenlo raakte in 2004 met de verhuizing van Grols naar de nieuwbouw in Boekelo het bierbrouwen kwijt. Maar over 7 weken kunnen er hier weer brouwsels gemaakt worden. Daarna moet het nog rijpen en in mei heeft Groenlo weer een eigen goed product. Werk mee, geweldig. Dweilorkest, hebben jullie een naam? Antje Show. Ah, dat bedoel ik. Dank jullie wel. En verder natuurlijk, een half jaar geleden hadden we gepland dat eind februari de ketels zouden komen. Dus ook richting de aannemer, richting Alverink, te braken. En iedereen die hier meegewerkt heeft. Geweldig dat alles gewoon nog volgens plan loopt. En als alles door blijft lopen zo, dan over 3 maanden, medio mei, dan geeft lus. Dan wordt hier gebrouwen en dan wordt hier een biertje gedronken. Nogmaals, dank jullie wel. Tot de volgende keer. Het fietsenroutenetwerk Achterhoek is van hoog niveau. Dit concludeerde de Fietsersbond. Op verzoek van 11 Achterhoekse gemeenten deed de bond de afgelopen maanden onderzoek op de 52 fietsroutes in de regio. Ze bekeken onder meer de kwaliteit en de beleving van de routes en hun omgeving. De aanwezigheid van rust- en oplaadpunten, veiligheid, onderhoud en de geschiktheid voor e-bikes. Het fietsroutenetwerk werd beoordeeld met gemiddeld een 8. Met name de rust, de netheid en het landschap werden zeer gewaardeerd. Het is dus goed fietsen in de Achterhoek. De inzet van de Achterhoekse gemeente zal de komende tijd daarom gericht zijn op behoud en waar nodig het versterken van de kwaliteit. De strenge vorst van de afgelopen week zorgde voor hevige schaatskoorts bij de ijsbaan van de familie Reinders in Lievelde. Alle mankracht werd ingezet om de schaatsbaan te kunnen openen. Het ijs groeide elke nacht aan en afgelopen donderdag was het zover. Er kon geschaatst worden. In de schaatsshop bij de ijsbaan kon men schaatsen kopen, nieuw, met kleine fabrieksfoutjes of tweedehands. Ook verhuurde men er schaatsen
want iedereen moest de mogelijkheid hebben om te kunnen schaatsen. In de werkplaats werd hard gewerkt om de schaatsen te repareren en te slijpen. Niet alleen in Lievelde werd er geschaatst. Afgelopen zaterdag nodigde de organisatie van de Slag om Grolle al haar deelnemers uit om deel te nemen aan een unieke schaats- en fotosessie op de ijsbaan aan de Halve Maan in Groenlo. Tegen de middag werden vele schaatsers, gehuld in authentieke kledij, op de ijsbaan toegelaten. Om op deze manier één van de prachtige ijsgezichten van Hendrik Averkamp, een Nederlands schilder uit de 17e eeuw, na te bootsen. Velen haalden de schaatsen van zolder en de kledij van de Slag om Grolle uit de kast om mee te werken aan deze oproep. Linke! Alle senioren in Oost-Gelre zijn welkom bij de activiteiten van Careas Antoniushoven in Lichtenvoorde. Om meer keuze, variatie en plezier te bieden, is het activiteitenprogramma vernieuwd. Afgelopen maandag was de officiële opening van het programma. Een goedemorgen allemaal. Van harte welkom hier op deze officiële opening van ons vernieuwde activiteitenprogramma. Vanmorgen gaan we dus officieel van start, maar de afgelopen maand hebben de welzijnscoaches, zoals u misschien hebt kunnen zien in de Elna, een mooie foto waar de welzijnscoaches voor opstaan. Die zijn bezig geweest om de nieuwe activiteiten op te zetten. De bestaande activiteiten zijn gebleven, maar we hebben er wat aan toegevoegd. En omdat er zoveel verschillende mensen onze activiteiten bezoeken, zijn er ook natuurlijk ook heel veel wensen. En daar is naar gekeken en daar hebben we nieuwe activiteiten opgestart. We hebben ook gemerkt dat bijvoorbeeld bewegen heel belangrijk is. Bewegen buiten en een wandelclub. Dus eigenlijk 5 dagen in de week is er iets op het gebied van bewegen. Dus er is voor iedereen iets op beweeggebied. En zo zijn er meer dan 10 hoofdtitels. Dit heet dan Careas Actief. Maar zo heb je ook Careas Natuurlijk, Careas Muzikaal en ga zo maar door. Met daaronder allemaal verschillende activiteiten. De activiteiten zijn niet alleen voor de bewoners van de Antoniushoven, maar ook senioren uit de kerkdorpen kunnen zich melden. Indien nodig wordt er een passende oplossing voor het vervoer gezocht. De activiteiten worden allemaal begeleid door welzijnscoaches samen met vrijwilligers. Het programma staat elke maand vermeld in de Elna. De bus komt minder vaak in Laren en Almen. De hoop is dat een elektrische deelauto met chauffeur die leemte kan vullen. Vorige week begon een proef daarmee. Passagiers kunnen ritjes binnen de gemeente Lochem of net daarbuiten boeken. Ze worden dan van deur tot deur gebracht. De proef richt zich in eerste instantie vooral op de inwoners van Laren en Almen. Want het openbaar vervoer in deze dorpen neemt af. De hoop is dat het ouderen gemakkelijker maakt om erop uit te gaan. Marleen,
Ben jij de initiatiefnemer van dit project? Ja, ik ben van de gemeente Lochem en we hebben het initiatief genomen tot dit project. Eigenlijk als alternatief om te onderzoeken of er, waar het openbaar vervoer niet meer rijdt of minder rijdt, of we kunnen kijken of er een alternatief is. En uiteindelijk zijn we gekomen tot een elektrische deelauto met een chauffeur. En dat is een chauffeur met afstand tot de arbeidsmarkt. En we doen een beroep op vrijwilligers. En we hebben een elektrische deelauto, dus we zijn ook nog eens een keer duurzaam. Dus het hele project is in principe van de gemeente? Dit initiatief wel, maar ik heb nog een paar dames naast mij staan en die hebben het verder opgepakt. De gemeente die financiert deze pilot en dat is een proef voor een jaar. En we hebben daar een onderzoek voor gedaan en nou ja, vervolgens hebben we het overgedragen aan de super Alme waar we voor staan, van Miranda, en aan Lochem Energie die de auto heeft geleverd. Marianne. Jullie leveren de auto. Hoe staan jullie in dit project? Ja, nou, Lochem Energie is denk ik in 2011 begonnen met nadenken van hoe kunnen wij initiatieven ontwikkelen om de gemeente energie-neutraal te krijgen. Een belangrijk item natuurlijk, overal in Nederland. We hebben daar van alles voor ontwikkeld, maar mobiliteit is daar ook een belangrijk onderdeel van. En we hadden eerder al de pendeldienst, want mensen uit de gemeente konden moeilijk bij het gemeentehuis komen, bijvoorbeeld voor een paspoort ophalen. En dan zorgden wij voor een elektrische deelauto en ook met een chauffeur erbij. En we hebben dat eigenlijk hier in dit project ook heel erg mooi weer in kunnen zetten. En wat het helemaal mooi erbij maakt, want dat vind ik ook niet ook heel belangrijk, dat er een sociale kant aan zit. Dus inderdaad mensen die wat minder makkelijk een baan vinden, dat die hier chauffeur kunnen zijn. En we kunnen heel veel vrijwilligers daarbij gebruiken. Dus het is ook het bevordert ook de gemeenschapszin en dat is ook een belangrijke pijler van Lochem Energie. Dus het vorige project succesvol. En het tweede project hebben we daar gedaan? Ja, voor mobiliteit zeker. Ja, de pendeldienst is inderdaad ook iets wat toch een beetje ingeburgerd is voor mensen die zelf geen vervoer hebben en naar het gemeentehuis moeten. En dit is weer een groter project en we hopen natuurlijk dat dit een enorm succes is. En dat lijkt ook al wel, want er wordt enorm veel gebeld naar de super die de geweldige uitvoeringen doet. Miranda, jij bent zeg maar de pijler hier. Heel veel werk. Ja, dat klopt. Je bent er wel even druk mee. Allemaal met hetzelfde doel en dat is de mobiliteit in de gemeente omhoog krijgen. En mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, kunnen inzetten. Hij is daar vorige week even een stukje in de kant gestaan. Succesvol? Zeer succesvol. Hadden we niet verwacht. Heel veel telefoontjes. Allemaal hele positieve reacties. En vanaf gisteren rijden we nu in ieder geval voor 3 weken dagelijks. De gemeente Lochem financiert dit. Is het dan zo dat een proefperiode is van een jaar? Ja, we doen het tot 1 februari 2019 in principe, zodat we ook de winterperiode nog kunnen meepikken, want dan is er meer behoefte aan vervoer. En inderdaad, we hebben een budget voor deze proef, zeg maar. Uiteindelijk gaan we dan evalueren, kijken of er genoeg gebruik van is gemaakt, om te kijken of we dus een vervolg eraan kunnen geven. En ja, afhankelijk van of het dan, hoe het met de kosten zit, zeg maar, kunnen we het overdragen naar de gemeenschap. Dus naar bijvoorbeeld de Super en Lochem Energie. Of we kunnen kijken of we daar nog subsidies voor kunnen aanwenden. Dus uiteindelijk is het succes alleen maar goed voor het volgende seizoen? Ja, we kijken inderdaad naar of er voldoende behoefte is. Dus hebben mensen echt een behoefte aan alternatief vervoer. En inderdaad kan dat binnen bepaalde kosten. Dat er in ieder geval geen verlies op wordt gedraaid. Het gebruik van de e-trip is niet louter voorbehouden aan ouderen. Iedereen kan ritjes boeken. Deze proef duurt tot 1 februari 2019. De auto is elke dag tussen 7:30 's morgens en 11:00 's avonds beschikbaar. Beste kijkers, dit was het journaal van deze week. We hopen dat u ervan genoten heeft en graag tot de volgende keer.